Een 55-jarige vrouw uit Oud-Woude is woensdagavond bij een familiedrama op tragische wijze om het leven gekomen. De hulpdiensten kwamen aanvankelijk ter plaatse na een woningbrandmelding. Toen men arriveerde bij de woning was er wel sprake van enige rookontwikkeling, maar uiteindelijk bleek er wat anders aan de hand te zijn. Dus de brandweer ging op verkenning uit. In de woning troffen zij een overleden vrouw aan en in de tuin lag een zwaargewonde man. Vervolgens is natuurlijk de politie gebeld en ook de andere hulpdiensten, de ambulance en de traumahelikopter. De zwaargewonde man is overgebracht naar het brandwondencentrum in Groningen en op donderdagmorgen overleden aan zijn verwondingen. De politie is meteen begonnen met het onderzoek naar de toedracht van het gebeuren en heeft de directe omgeving van de woning afgezet. Het busje van de forensische opsporingsdienst raakte op weg naar de plaats delict in een naastgelegen sloot. In een klein dorp als Oud-Woude heeft een dergelijke gebeurtenis grote impact. Waarschijnlijk komt er daarom een informatiebijeenkomst voor omwonenden.